Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Upset Now. Normaal zou ik nu al bezig zijn om iedereen klaar te maken om Jordi naar school te brengen, maar Jordi slaapt nog. Die is gisteravond/vannacht is die niet lekker. Ja, hij was al verkouden. Mezelf ook een beetje verkouden aan het worden, maar bij Jordi is dat altijd gelijk vast. En hij heeft gewoon echt een paar uur niet geslapen. Hij slaapt nu nog steeds en we laten hem ook gewoon slapen. Hij heeft ook buikpijn gehad, et cetera. Dat is allemaal in werking met elkaar. Dus Jordi blijft vandaag sowieso thuis. Als hij niet lekker is en buikpijn heeft, et cetera, zal hij toch niks op school kunnen doen. Dus hij is gewoon thuis. Morgen, jongen. Hij is gewoon ook echt niet lekker, hè? Hai. Een knotterkontje. Hij zit helemaal onder de snot. Wat ga je doen? Ga je bij mama zitten? Hi. Zijn mouwtje is helemaal rood. Oh, gaan we naar beneden? Ik ga mama jouw luier even doen. Och, jongen, toch. Wat is vandaag zo'n dag? Oh, manneke toch. Straks lekker douchen. Dat is papa thuis. Ga je lekker douchen. Nou, naar beneden. Je gaat wel lopen. Dan gaat mama jou niet tillen. Ja. Ga je... Nee, mama ga je ook niet tillen. Ben je gek? Ook zijn alopecia is weer steeds erger aan het horen. We dachten dat er vooruitgang in zat. Maar er valt steeds meer uit en uit. Dus ja. Och, oh, jongen toch. Ja. Ik heb mijn haar even vastgemaakt. Ziet er niet uit, maar dat maakt niet uit. Maar joh, die ging met zijn neus in mijn haar. Maar goed. Ja. Jullie zien dit natuurlijk vaak voorbij komen. Dit zijn essential oils. En daar ben ik op dit moment voor mezelf mee bezig. Maar ook voor mijn Jordi met zijn haar. En voor Liam, et cetera. Ja, daar ben ik al langer mee bezig. En nee, dit is geen verkooppraatje. Dit is gewoon iets waar ik mijn eigen prettig bij voel. En ik aan het uitzoeken ben wat voor mij werkt. En wat voor mijn gezin werkt. Jordi is natuurlijk verkouden. Ik heb mijn diffusertje aanstaan. Met de benodigde dingen die nodig zijn voor een verkoudheid. Ik heb ook Jordi net al even... Hè? Ik ga hem nu ook verder verzorgen. En schoonmaken. Dat zijn eigenlijk de standaard dingen die ik doe. Als hij niet lekker is. En ja, dat. En op zich, ik moet zeggen dat ik wel het idee heb dat dat allemaal een beetje werkt. Ik ben een beetje aan het uitzoeken wat werkt voor Liam, wat werkt voor Sam, wat werkt voor Jordi. En wat werkt ook voor mij. Dus daar ben ik echt al langer mee bezig. Maar ja... Sommige dingen hebben gewoon tijd nodig. En nee, dit, nogmaals, het is geen verkooppraatje. Ik zeg niet dat je dit moet kopen of wat dan ook. Want dat is helemaal niet mijn doel. Maar er zijn wel een aantal dingetjes die ik altijd doe door middel van. Zo heb ik ook voor Jordi zijn buik, want hij heeft ook buikpijn. Heb ik Tommy Joyce, dat is voor zijn buikje. Daar zit fenkel in. Ja, daar zit echt van alles zit erin. Dit is een kinderlijn. Die hebben ze ook.
En ik heb wel het idee dat dit voor Jordi wat doet. Dus ja, je bent altijd een wiel opnieuw aan het uitvinden. En naar mijn idee was het, voordat er medicatie bestond, ook altijd natuurlijke producten. Waarbij je zeg maar overging als er iets niet helemaal lekker ging. Nou, het is niet zo dat ik volledig hierop vertrouw. Maar het is wel een ondersteuning. En dat is waar ik mee bezig ben. Je hoeft er niet in te geloven. Maar ik heb het idee dat het voor mij en voor de kinderen wel wat doet. Niels die denkt bij zijn eigen, ja, je doet maar. Als het voor de kinderen werkt, dan is het helemaal prima. En voor jou, dus dat. Dus ik ga heel eventjes Jordi verzorgen en doen. En dan zorgen dat hij weer helemaal ademvrij is. Oh, wat is er? Oh jeetje, ik was mijn eigen even zo aankleden. Niet dat we iets gaan doen. Was jij de tablet van Sam aan het wegpakken? En je hebt ook alweer gepoept, dus dat is goed. Maar ik heb mij even aangekleed. Ik heb deze aan en mijn Bugs Bunny. Op de een of andere manier, als ik echt in mijn pyjama ga blijven lopen, dan komt er ook niet veel van me vandaag terecht. Ik heb ook wel enige last van de fibro, et cetera, dus vandaar. Sam is nu aan het poepen. Die gaat altijd daar zitten als hij gaat poepen. Of bij het raam, in ieder geval zijn eigen plekjes. Jordi, die is alles aan het inwerken en aan het doen, dus dat merk je ook. Ik ga zo dadelijk fruit maken voor die kinderen. En dan vaatwassen doen en dat soort dingen allemaal. Ik wil ook nog heel eventjes deze kast uitzoeken. Want schoon. Niet schoon. Rommel. Ja, mijn hoofd. Dit is mijn hoofd. Mijn hoofd. Doe maar gauw weer dicht. Dus dat. En hetzelfde is die andere kast die daar staat. Dat is ook mijn hoofd. Dus dat. Ja, dat is mijn bedoeling voor vandaag. Dan ben ik beneden bezig. En dan kan ik toch dingen doen die ik wil doen. Omdat Jordi niet helemaal lekker is, heb ik een kleinigheidje voor alle kindjes. Ik heb altijd iets boven liggen. Ik heb voor Liam en voor Sam had ik een boekje. Mono. Jij hebt de Pando, hè? Pando. Wow. Ja. Is goed. En wat heb jij? Jij hebt een haai. Goed zo. Liam is momenteel van de haaien, hè? Tja. En wat heeft Jordi gehad? Ja, die is van Jordi, Sam. Jordi heeft Boomba. Een Boomba boekje. Boomba. Hè? En het is apart dat hij dit gelijk accepteert. Boomba en Boomba maken samen muziek. Hallo. Maar hij vindt hem wel gelijk leuk. Dus daar doen we het voor. Liam die is lekker aan het kleuren. Hè? Lekker aan het kleuren, schatje. Het is heel mooi wat je aan het doen bent, hoor. Heel mooi. Zo ben je toch ondertussen je kinderen een beetje aan het vermaken. Maar dit zijn dus dingen die wij samen meestal doen. En dan doe ik dat niet filmen. Maar nu heb ik even mijn handen vrij en kan ik dat wel doen. En volgens mij... Joef, stop daarmee. Ik denk die staat op tafel, maar die stond niet op tafel. Jordi heeft momenteel best wel veel buikpijn. En normaal zet ik hem in zijn eetstoel. En dat is echt geen enkel probleem. Maar als hij buikpijn heeft, dan geef ik hem het liefst op deze manier eten. Zodat hij er lekker bij zit. Dat hij er lekker bij zit. Echt jongens. Blijf staan. Dat hij gewoon lekker kan bewegen. En ondertussen geef ik hem eten. Ja. En dan kan hij gewoon lekker rustig zitten. Kan hij gewoon lekker rustig zijn ding doen. En dan kan hij ondertussen zijn buikpijn kwijt. Dat vind ik wel heel belangrijk. En zo eet hij dan sowieso heel goed. Zo, ik heb de boel opgeruimd hier, alles klaargezet.
Liam gaat morgen naar school. Jordi blijft nog thuis, want Jordi had vanavond weer buikpijn en brombeer dat het is. En dat is prima, dat mag. Niels zit op de bank voetbal te kijken en wat te werken. En ja, ik hou het ook voor gezien voor vanavond. Ik ga lekker op de bank zitten. Een hele goede morgen. Jordi die zit tv te kijken, ze zit te spelen. Ze heeft net ook al een broodje op. En ik heb met Sam samen iets gegeten. Liam is naar school, die heb ik naar school gebracht. En ja, dat. Maar ik heb iets. Dit kwam ik laatst tegen bij de kruidvat. En dit zijn kokos. Dit is de kokoscollectie van Merci. En ik vind Merci altijd wel heel lekker. Ik vind kokos ook lekker. Alleen de vorige keer dat ik geproefd had met die fruitsmaken, dat was niet het juf van het. Die heb ik merendeel aan mensen gegeven en aan Liam en Sam. maar deze wil ik wel gaan proberen, want dit zijn, ja, kokos vind ik altijd zo lekker. Even kijken, dan heb ik hier dark milk coconut cream, even kijken, white coconut crisp, milk chocolate coconut cream en white coconut almond cream. Dus let's try. Niels houdt niet van kokos, dus dit ga ik nog niet eens aan hem vragen of hij dit wil proberen. Want hij gaat al over zijn nek als hij denkt dat hij dat eet. Dit is hoe het eruit ziet. Ik ga eerst de donkere pakken. Ja. Ik vind deze wel lekker. Een dinosaurus, hè? Ja. Je proeft echt donkere chocolade. Het is echt een crème van kokos. Chocola! Wil jij ook chocola? Noem maar proeven. Op. Ja, is op. Nee. Lekker? Vind je het lekker? Vind je het yummy? Oh. Ja, maar vind je het yummy? Is het yummy? Je proeft ook de... je blijft een beetje op de kokos knauwen. En dat is niet erg. Ik vind dat wel lekker. Dus de witte chocolade met kokos crisp. Ja. Maar ook? Mommy? Oh. Ik vind deze ook wel lekker. Maar het blijft toch bij de eerste. Ja. Dit is ook nog een witte. En dit is de amandel. Witte kokos met amandel. Oeh. Ja, deze is wel echt lekker. Een beetje vergelijkbaar met deze. Maar dan... Je proeft er echt amandel in zitten. Je vindt het ook lekker, hè? Op. Ja, is op. Uh-oh. Jij bent zo aan de beurt, Jordi. Ja. Dan is dit... volle melk kokos. Ja. 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 Deze vind ik een beetje op de pure
lijken. Ja. Ik blijf wel bij de pure terugkomen. Maar... Nee, het is klaar. Met die amandelen is ook wel lekker. Deze. Ja, mijn favoriet is de donkere, dan de amandel. Dan de melkchocolade kokos. En dan komt met het kokantje. Nou, zeg je doei. Het is klaar. Klaar. Ja, het is op. Ja, het is op. Ik ga even zijn kwelbakjes even schoonmaken. Dank. Tot de volgende keer. Daag. Daag. Oh, wow, 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 Klaar. Dit is als ze allebei juffrouw's aan het kijken zijn. Inmiddels zijn we alweer thuis en ik ben gebombardeerd tot ik wil tegen mama aan zitten en ik wil bij mama zitten. En ik mag niet weg. Dus dan is dat maar zo. Jordi, zijn buikpijn gaat een stuk beter. Ik heb een hoop schuitluiers gehad. En volle schuitluiers. Oh my god. Het is gewoon echt niet grappig dat er zoveel uit dat manneke komt. Dat is echt... maar goed, morgen heeft hij sowieso studiedag. En donderdag is hij weer beter. Meld ik hem weer beter. Hij gaat natuurlijk weer lekker naar school. Dus, jee. Sam zit hier, die gaat morgen. Liam gaat morgen ook. En morgen hebben we ook een aanpassing van zijn stoel van de auto van Jordi. Want het is onveilig zoals het nu is. En deze is al eventjes in aanvraag. En morgen wordt die geplaatst. Dus ik ben benieuwd. Ik laat jullie sowieso eventjes zien hoe het eruit ziet. En een hele goede morgen. Liam en Sam zijn nu naar school. Niels is vandaag een dagje vrij. Er was geen werk en dat is niet erg. Hij brengt nu Liam en Sam dus naar school. En gisteravond heb ik niet zoveel meer gefilmd. Oh mensen, echt koekoek. Maar goed, wat ik gisteravond gedaan heb, ik heb bovenop de kastjes schoongemaakt. Ik ga hier een foto van zien hoe het eruit zag. Ja. Ja, daar kom ik ook echt iedere week. Dus ja, dat. Die heb ik in ieder geval schoongemaakt. Het is helemaal brandschoon. Ik ga nu niet weer op een tafel staan om het te laten zien. Maar je ziet het schoon en het niet schone gedeelte. Dus dat. Ik heb dit kastje helemaal schoongemaakt, opgeruimd. Ja, dit had ik al gedaan. Ik heb de koelkast helemaal schoongemaakt en opgeruimd. Ik heb deze kastjes helemaal schoongemaakt en opgeruimd. Dit kastje heb ik helemaal schoongemaakt en opgeruimd. Ik heb dit kastje gedaan. Ik heb de vaatwasser helemaal schoongemaakt en opgeruimd. Ik heb dit kastje heb ik opgeruimd. Je zou zeggen, er is niet schoon opgeruimd. En voor mij, ik georganiseerde bende, is het opgeruimd. Ik heb deze opgeruimd. Nou moet ik nog doen. Deze, die moet ik nog doen. Die ga ik zo dadelijk doen. Deze moet ik nog doen. Het ziet er echt uit. Echt niet normaal. En ik moet eventjes dit kastje nog doen. Daarnaast heb ik hier schoongemaakt. Dat is ook weer gedaan. Ik moet dit nog doen. Maar dat ga ik pas echt doen als ik de rest allemaal klaar heb. Dan ga ik daar eerst even de bestek klaar doen. En dan ga ik hier verder opruimen, et cetera. Want ja, hè, dat. Dus... ja, ik wil het gewoon opgeruimd hebben. Ik heb hier nog een hoop bende staan.
Ik moet de trapkast nog even doen en ik moet de kast in de gang nog even doen. Dat ga ik nu gewoon vandaag allemaal doen. Ik ga hier verder gewoon poetsen. Jordi is vandaag wel gewoon thuis en vandaag komt ook de welzorg voor een nieuwe stoel. Oh, die heb ik ook nog schoongemaakt. Dus ik heb weer ijsblokjes. dus ja, dat. Ik ben hier gewoon lekker bezig. En ja, ik weet niet wat ik allemaal film of doe. Maar ja, in ieder geval dat heb ik allemaal gedaan. En ga ik doen. Nou, Jordi heeft zijn nieuwe gordel. Het is heel anders dit. Dit is wennen. Maar wel veilig. Maar wel veilig. Daar gaat het om. Ach ja, hè. Maar ja, dat is ook weer check. De keuken is ook check. We zijn even de verjaardag en vaderdag cadeau voor Niels gaan halen. Niels krijgt een Kamado en van alles wat erbij zit. Dat betekent dus ook dat we barbecue filmpjes kunnen maken. Ja, ik niet. Niels doet dat. Vaderdag en verjaardag, hè? Ja. Ja. En Sinterkerst en nieuw. En, ja, voorlopig wel in ieder geval. Hij kan er zelfs pizza nou mee maken, want daar heeft hij ook een ding voor. We gaan alles in de auto laaien en Jordi in de auto zetten. En dan even boodschappen doen. Zo, nou zou je natuurlijk denken van Mandy, nou ruim je het helemaal poepie chic op. Weet je wat het is? Dit is nog steeds een bende, maar het is mijn georganiseerde bende. En nu heb ik weer overzicht. Zoals hierin. Het is wel overzicht. Voor jullie misschien niet, maar voor mij wel. Dus dat. Nou, in ieder geval, hè. Morgen komen ook mijn ouders. Daar heb ik ook alweer een tas voor klaarstaan. Dus dat heb ik ook alweer. Zoals ik al zei, voor jullie is het, denken jullie bij je eigen, het is gewoon een bende, Mandy. Ja, klopt. Maar ik weet precies wat er staat, waar het staat, et cetera. Weet ik gewoon. En nee, het hoeft van mij niet allemaal georganiseerd en weet ik het allemaal. Dat werkt gewoon niet in mijn huishouden. Want ik heb natuurlijk hier ook nog nieuws rondlopen en die kijkt daar niet naar. Dus nee, daar ga ik nog niet eens de moeite meer voor doen. Maar ik heb het wel allemaal in zoverre opgeruimd nu. Dat dat in ieder geval weer een georganiseerde chaos is. Dus dat. Niels is nu de twee ettertjes aan het ophalen. En ik ben hier gewoon nog steeds bezig. Niels heeft ook een aantal dingetjes al. Die heeft alles al uit de auto gehaald. En ja, die gaat zijn barbecue al wel opbouwen. Ik ga dat ding nog niet eens inpakken. Ga ik echt geen moeite voor doen. Heb ik gewoon geen zin in. Heb ik geen tijd voor. Is ze zwaar. Dus die gaat hij alvast opbouwen. Maar hij weet ook wat ik zeg maar inpak. Maar ja, dat is in ieder geval gewoon voor de kindjes leuk om te geven. Dus dat. Ik ben kapot moe, maar ik ga gewoon door. We gaan door. Dat is wat we doen. Oh ja, en ik heb ook nog deze. Moet ik ook nog schoonmaken. Dus dan ga ik daar ook nog mee verder. Zo blijven we bezig, hè. Ja. Soms heb je een dag dat je zoiets als toetje eet. Nou hè, de kinderen ook. Jordi eet het ook niet, dus die gaan we niet eens proberen. Mm. Maar de kinderen, ja. Ik ben nu al de hele dag aan het opruimen en aan het doen. Mijn keuken heb ik allemaal van de buitenkant afgedaan. De kastjes opgeruimd, ingeruimd, et cetera. Ik heb mijn trapkast gedaan. De kast in de gang. Ik had dit allemaal willen doen voordat de kinderen uit school kwamen. Maar dat is niet gelukt. Maar het is nu klaar. Het kan nu drogen. Dus dat is mooi. En Niels heeft zijn Kamado ding ook alweer staan. Tadadada. Officieel krijgt hij die zondag. Maar ik zou ook altijd zeggen, bouw hem maar op. Want ik heb een aantal dingen meer voor hem die ik in kan pakken. Dus ik zeg zet hem maar vast neer. Toen bleek er nog een ring kapot te zijn. Die is hij eventjes gaan halen bij de intratuin. Want ja, dat zat gewoon binnen de garantie, want we maakten het ding open en puff, dat ding was kapot.
Niet dat we ermee gegooid hebben of wat dan ook, absoluut niet. Maar ja, kan gebeuren. In ieder geval, er zit een nieuwe ring in. Dit gaat even drogen. En dan kan ik alles recht zetten. En dan kan ik boven was gaan vouwen. De kindjes liggen inmiddels al te slapen. Sam was even overprikkeld. Maar hé, komt goed. Hij ligt te slapen. En dan ga ik daar nog even was opvouwen. En een hele goede morgen. Ik heb inmiddels de Bambix bende naar school gebracht. Ik heb wat boodschappen gedaan. Straks komen mijn ouders op visite. En nu ga ik eerst even een gezichtsmasker doen. Ik had deze gekocht. Deze. Bij de Action. Ik dacht, nou, laat ik het maar weer eens even uitproberen. Ik kan alleen nog niet echt erachterkomen hoe lang dat dit. Oh, 15 tot 20 minuten. Ah, oké. Ik heb 2 klemmen in mijn haar gezet. Want hè. Dat werkt nog niet echt. Ik heb wel zo'n ding, maar ik heb geen zin om dat aan te pakken. Het is een stiek. Het is een stiek. En ja. Ik ga het gewoon nou opbrengen. Het brengt wel makkelijk op. Ik heb snor. Ik heb snor. Ik heb een snor. Normaal doe ik het altijd met een kwast of zo aanbrengen. Maar dat heb ik nu niet. Wel even wennen dit. Meestal doe ik dit soort dingen ondertussen dat ik met van alles bezig ben. Ik heb ook even mijn wenkbrauwen gedaan net. Dus. Ja. Ja, wat vind ik ervan? Je brengt het niet overal egaal aan. Dat niet. En op een gegeven moment krijg je ook dit. Ja, laten we het er zo mee doen. Je draait ermee terug, maar hoeveel product zit er eigenlijk in? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Vrij veel. Oh, je kan hier echt lang mee doen. Oh, en hij is 3 maanden houdbaar, stond erop. Dus, ja, je kan iedere week een masker zetten. Nou, ik ga even mijn wekker aanzetten. En dan ga ik even opruimen en dingen doen. En dan op het moment dat het zover is, neem ik jullie weer mee in hoe en wat. Oh ja, niet schrikken. Ik ben het. Mijn make-up. Nou, we zijn inmiddels 20 minuten verder. Ik heb het echt 20 minuten laten zitten. Het is niet nat of zo, maar het geeft ook niet 100% af. Dus het is wel redelijk droog. Dan ga ik even een washandje even bedden maken. En dan ga ik die zon maar even wat muziek afgooien. Gaat wel vrij makkelijk er vanaf, moet ik zeggen. Kijk maar. Kijk, gaat er vrij makkelijk vanaf. Oeha, mijn masker gaat er vanaf, jongens. En nee, jongens, ik ben echt geen beauty vlogger of wat dan ook. Zo moet je me ook niet zien. Ik ben gewoon iemand die dit uitprobeert
En daarna een keer gaat kijken van, oh, is het iets voor mijn huid? Ik moet wel zeggen, het prikte niet of zo. Ik heb wel een eczeemachtige huid. En dan moet ik zeggen, het prikte niet of wat dan ook. Dus niet vervelend, absoluut niet. Volgens mij is het af. Tada. Ik denk dat ik hier wel oké mee ben. Ik moet heel even afwachten hoe dat mijn huid er verder op reageert. Zoals het er nu uitziet, reageert hij er oké op. Want dan zal ik al lang rode vlekken en alles. En alles wat wel rood is, dat komt gewoon door de... Oh, hoe heet dat nou? Door de wrijving van de washand. Ja, vind ik ook. Dus dat. Dus dat. Even. Ik denk dat vandaag maar even dit doe. Hoppakee. Zo. Ik vind het wel even prima zo. Maar tot nu toe moet ik zeggen. Normaal zou ik er nu ook gelijk crème op smeren. Maar ik wacht het heel even af. Want heel soms hoef je dat niet. En is het goed genoeg, zeg maar, dat het niet te droog wordt voor mijn gezicht. Dus ik ga het even afwachten. Ik ga even... ik heb nu al mijn was opgeruimd wat ik gisteravond heb opgevouwen. En nu ga ik even naar beneden toe het vaderdag cadeautje inpakken. Want ik heb een plant gekocht voor mijn vader. En wij zien hem zondag niet. Maar ze kwamen hierheen al. Dus hij zegt van, nou, weet je wat? Doen we dat gelijk. Oké, prima. Ik ben al inmiddels een half uur verder. En mijn gezicht trekt onwijs. Is ook niet heel raar, hè? Dat betekent niet dat het product niet goed is. Maar dat is de eczeem die ik heb. Hier zo vooral. Dus even mijn gezichtcremetje doen. Dit is van Douglas. Delicate Rose Rosy Glow Day Cream. Die. Ik vind het een fijne. Nu ga je ook zien waar het allemaal trekt. Hier zie je. Hier zo. En hier trekt het. En hier trekt het. Nou zie je eigenlijk... Ja, jullie zien dat niet, hè. Dat zie je heel slecht. Hier vooral, hier trekt het. Hier zo. En hier. Maar, ja... Nu ben ik in ieder geval weer ingesmeerd. Heb ik weer een glimmend gezicht. Maar goed, dat. Ik ga even verder hier. Wat was ik allemaal aan het doen? Ja, ik heb het cadeautje van mijn vader ingepakt. Was opgeruimd. Straks klaargezet voor het douchen. Ik heb eigenlijk gewoon van alles gedaan vandaag al. Maar goed, hè. Je moet ergens beginnen. En ik heb nog ongeveer een uur en een kwartier voordat ik Jordi weer op moet halen. Dus ja, we gaan nog even kijken. Sowieso gaan we even eten. Daar ga ik ook sowieso even doen. Dus dat. Ik had voor mezelf focaccia pizza broodjes meegebracht voor de lunch. Dus dan gaan we maar eens even eten. Inmiddels zijn we al heel laat. Mijn ouders zijn geweest. Gezellig gehad. Ik heb vaderdag cadeau aan mijn vader gegeven. Hij vond het hartstikke leuk en heel lekker. Want ik heb ook nog lekker wat eten gemaakt en zo. Niels is nu even afval doen. Kindjes liggen op bed. Ik heb alles al klaargezet, gesmeerd, et cetera, et cetera. Alles is opgeruimd. En ik ga ook zo mijn nest in. Dus bij deze... Bedankt voor het kijken en tot de volgende.